Paul Spapens geeft zondag 21 februari een online lezing over de Hasseltse kapel en het Hasseltplein. Het verhaal gaat echter niet alleen om de fysieke locatie, maar ook over de cultuur en het sociaal en maatschappelijke aspect van Tilburg. Dus op het moment dat je daarover gaat vertellen, dan komt dat veel meer tot leven. Wat voor mensen waren dat die hier vroeger leefden? Hoe zijn ze ertoe gekomen om dit te bouwen? Waarom hebben ze hier altijd partij voor getrokken? Waarom vinden het ook heel essentieel mensen die hier nu wonen en heel veel andere Tilburgers het belangrijk om dit plein ongeschonden te behouden en naar de toekomst toe over te leveren? Daar gaat mijn verhaal over. Spapens is een kenner van de stad en haar verleden, maar hij haalt ook veel inspiratie uit het heden. Dat kan heel goed in een stad met 220.000 inwoners en 151 verschillende nationaliteiten, vindt hij zelf. Ik vind dat zelf ontzettend interessant. Ik verklaar me gelukkig dat ik nu mag leven om deze grote veranderingen mee te maken. Maar je moet beseffen dat het gaat om het verleden, het heden en de toekomst. En om het heden en de toekomst goed te kunnen begrijpen, dan moet je het verleden kennen. De kerk en het plein worden vooral bezocht door ouderen en gelovigen. Paul Spapens wil met deze lezing echter ook de jongeren aanspreken. En voor hun is het ook echt heel erg belangrijk om te beseffen van dat het hier niet alleen heel mooi is, maar waar komt het vandaan, maar ook dat het kwetsbaar is. Kijk eens hier om je heen naar deze plek. Overal hoogbouw. Dit is hier een beetje ingeklemd als het dorpje van Asterix en Obelix. En het moet wel voor de toekomst goed beschermd worden. De lezing is zondagmiddag live te volgen via de website van Omroep Tilburg.